Hoi, vandaag gaan we weer koken met Sam, want dat is echt de meest aangevraagde filmpje ever. En ik wil het vaker doen, maar ik heb het al vaker uitgelegd, want ik woon met huisgenoten en dat vind ik niet zo netjes om overal te filmen, dus ik doe het alleen met mijn ouders. En mijn ouders zijn ook altijd thuis, dus ik doe het alleen als mijn ouders niet thuis zijn en blablabla. Oké, ik ben te hyperactief, ik heb er heel veel zin in. Want we gaan vandaag een soort hartige taart, a.k.a. quiche maken met hele lekkere ingrediënten. Vegetarisch, want ik eet geen vlees. Maar dit is gewoon super lekker. Niet heel erg gezond, misschien een beetje wel. Maar vooral heel cheesy. Because I love the cheese. We all love the cheese. Dus ik ga eerst even laten zien wat je daarvoor nodig hebt. Het filmpje moet een beetje geïmproviseerd worden, aangezien ik mijn statief niet bij me heb. Maar alsnog, lots of fun. Wat je nodig hebt is eieren, 3 tot 4 ongeveer. En natuurlijk zout en peper. Een stuk brie. Ik gebruik deze helemaal, maar dat, ja, het is wat je zelf lekker vindt. Pijnboompitten. Geraspen kaas. Crème fraîche. Groene appels. De vorige keer heb ik 1 gebruikt, maar ik vond het wat weinig. Want de smaak valt, ja, vrijwel veel weg. Je denkt, groene appels, heel zuur. Maar ja, dat proef je eigenlijk niet heel erg erin terug. Dus ik heb er nu 1,5 appel in zitten. Maar ja, kan je ook naar smaak doen. Je kan er ook eventueel 2 toevoegen, erin doen. En dan lenteuitjes. Ik heb gewoon zo'n heel pakket, zo'n hele stronk erin gedaan. Of dat gaat erin. 5 plakjes bladerdeeg. Ik heb gewoon bladerdeeg uit de vriezer. En een ovenschaalpje nodig. En een koekenpan. En we gaan eerst even de oven voorverwarmen op 180 graden. Wat we nu gaan doen, eerst even de pijnboompitjes roosteren. Want dan, zo zijn ze niet echt lekker. Dus dan komt er wat meer smaak aan. En dat doe je gewoon in een koekenpan, zonder boter, zonder olie. Gewoon een hete pan. En dan gewoon een beetje zo hustel. Wel een beetje opletten, het vuur vrij laag, want ze branden vrij snel aan. En ik zou alles gewoon een beetje doen wat jij lekker vindt. Hou je van heel veel kaas, gooi je gewoon lekker veel kaas in. Of hou je van appel, of juist heel veel van pijnboompitten. Weet je, het hoeft niet allemaal zo precies. Maar dit is zeg maar de hoeveelheid dat je echt een, dat je 1 ovenschaal kan vullen. Dat je een mooie gevulde quiche krijgt. Ik hou echt zoveel van quiche. Het is super makkelijk, want je hoeft alleen maar de ingrediënten te snijden, bij elkaar te gooien. En dan zit je het in de oven. En het is klaar. Dus het duurt wel vrij lang. Je moet 50 minuten ongeveer moet in de oven. Maar alsnog, it's easy as that. Shake it like a Polaroid picture. En je ziet ze vanzelf een beetje bruiner worden. Nu nog niet. Maar je moet ze wel regelmatig schudden. Want zoals ik al zei, je wilt geen zwarte pitten. Zwarte pitten. Oh, die sound, jongen. Echt zen. ASMR all over the place. Zo zijn ze mooi bruin. Je ruikt het ook. Ze beginnen dan lekker te ruiken. En dan doe ik ze even apart in een schaaltje. Ik heb hier geen filmpunt. Ik heb alleen maar jullie zien heel uit mijn hoofd. Maar ik leg het toch wel goed uit, hè? Dan pakken we dezelfde hete pan. En daar doen we wat olie in. Want we gaan de lenteuitjes even lekker aanfruiten. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je dat aanfruiten? Waarom? Omdat je zeg maar niet. Volgens mij is dat omdat je het niet echt bakt. Want zoals dingen zoals knoflook en uien. Als je dat echt gaat bakken, dan krijgt het een hele andere smaak. Zoals knoflook wordt dan heel bitter. Maar nu doe ik of ik pro ben, maar ik weet niet. Ik zoek een verklaring voor dingen. Olie warm maken en dan gaan de lenteuitjes. Oh, ik moet echt huilen bij het snijden. Het is net zo. Het is wel minder erg dan normale ui, maar alsnog. Auw. Oh, de lenteuitjes. Go, go, go. Koken met 1 hand. Zo. Zo, dat is een beetje bakken. Dat zet ik nu aan de zijkant. En dan gaan we
het mengsel wat die quiche maakt, gaan we maken. Te maken is echt, ja, zoals ik al zei, makkelijk. Maar je kan zelfs ook heel makkelijk de ingrediënten aanpassen. Als je een lenteuitje doet, zou je het bleek zelfs wat je kunt doen. Of ja, whatever you like. Ik maak ook heel vaak quiche met spinazie, champignons, feta. Of met tomaat en mozzarella. En wat ook heel lekker is, hier zit al vrij veel kaas in. Dus ik laat het nu even. Maar is door de andere quiches bijvoorbeeld nog even een plakje cheddar te doen. Maar ik ben echt kaasverslaafd. En daar wordt het misschien een beetje, soms een beetje te ongezond. Dus hierbij laat ik het even. Een beetje crème fraîche. In de kom. Plop. Het komt in één keer helemaal uit. Uit je tikken. 1, 2. Ik doe er nu 3 in. Maar ik kan er ook 4 in doen. Maar ik vond de vorige keer iets te veel. Ja, alsof het één grote omelet was. Smaakt het een beetje. Het ligt er ook aan hoeveel vulling je hebt. Je kan ook eventueel 2 doen. Zoals met spinazie heb ik altijd heel veel vulling. Dus dan doe ik maar 2 eitjes erbij. Nu ga ik even mengen. Even met een garde. Zodat het mooi egaal wordt en er geen klontjes meer in zitten. En dan ziet het er zo uit. Zodat de crème fraîche mooi is vermengd. Dan heb ik de brie in plakken gesneden. Maakt niet echt uit hoe lang of hoe dik. Want als je het goed verspreidt, als het goed is, smelt het gewoon helemaal. Dus daar merk je niet zoveel van. Het is belangrijk dat je de ovenschaal even invet. Ik doe het met olijfolie, maar kan eventueel ook met boter of andere olie. Maar dit wil je niet vergeten, anders dan krijg je je quiche niet uit je schaal. Ik vet even in met een kwastje. En dan ga ik de bodem gewoon bedekken, zodat alles netjes bedekt is. Zorg er wel voor dat je het bladeren alvast even uit de vriezer heb gehaald, zodat het ontdooid is. Anders dan kan je er niet mee werken. En ook van elkaar halen. Dan plakt het helemaal aan elkaar. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Het voelt nu echt anders als kauwgom. Je kan er echt mee kleien en vastplakken aan elkaar. Hier, ik heb het niet helemaal perfect gedaan, maar nee, I don't care. Als je het echt helemaal perfect bedekt wil, moet je misschien 6 plakjes gebruiken. En misschien kan iemand het netter, maar I don't care. Dan zie je er straks echt niks meer van. Ja, het maakt niet precies de volgorde, maakt in principe niet veel uit. Maar goed, ik gooi nu de lenteuitjes erbij. Het is wel belangrijk dat je het gewoon even verdeelt. Dus dat het overal evenveel wil zit. Dan de pitjes. De appel verdeel ik over de bodem. Het hoeft niet hele dunne plakjes te zijn. Zoals ik al zei, je proeft er vrij. Het is niet dat het overheerst. Dat je denkt, hè, er zit iets zoets in de quiche. Het is echt een hele lekkere combi. Dus die verdeel ik over de bodem. Dan ziet het er zo uit. De plakke brie. Ook die moet je even goed verdelen. Zodat de smaak goed hetzelfde is overal. Zo. Zout en peper, niet te veel. Zo. Dan het mengsel dat ik er gewoon overheen giet. Dat je het gewoon, dat er, ja, gewoon weer overal evenveel is. En je moet ook een beetje zorgen dat alles onder het mengsel staat. Je kan nog even aandrukken om te zorgen dat het een beetje meer onder water staat. Of onder de drap. Zo. Voor de kaas maakt het niet heel veel uit, maar ik zou zorgen wel dat de appel en zo er een beetje onder staat. Want dan droogt, anders droogt het heel erg uit. En die kaas die smelt toch wel. En voor de echte kaas addicts
gaat er nog een extra laag kaas overheen. Ik gebruik ongeveer de helft van het zakje, maar weer, doe gewoon wat jij lekker vindt. En dan ziet het er zo uit. Alles goed verborgen en dan kan die de oven in. Hij gaat nu ongeveer 50 minuten op 180 graden en dan is hij perfect en lekker. Een quiche is eigenlijk nog lekkerder als je hem bijvoorbeeld een dag van tevoren klaarmaakt. Ik weet niet wat het is, maar een quiche is echt de volgende dag veel lekkerder. Het lijkt of de smaken dan gewoon meer ingetrokken zijn. Dus het ook prima als je bijvoorbeeld een feestje hebt. En ik wil dan altijd het liefst zo min mogelijk in de keuken staan, omdat ik bij de mensen wil zijn. Het is ideaal om dan een quiche te maken. Want dan kan je de dag of de avond ervoor gewoon lekker die quiche maken. Het enige wat je moet doen is niet de geraspte kaas erover doen. Want die wordt dan heel zompig en niet meer zo lekker knapperig. Dus gewoon de quiche afbakken zonder geitkaas. Geraspte kaas, zoals gewoon 50 minuten. En dan de volgende dag haal je hem uit de koelkast. Wel koel bewaren. En dan warm je gewoon nog even op 10 minuutjes in de oven. En dan, voordat je hem in de oven zet, even de geraspte kaas erover. Zodat dat nog een beetje lekker is. Zal ik nog even zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om weer een koken met Sanne. Ook al ging alles goed, omdat ik deze al eerder heb gemaakt en zo. Maar alsnog.